Hoi, ik ben Thomas in beursbox.nl. Ik wil het vandaag gaan hebben over het bedrijf Energy Fuels met de code UUUU. En de reden dat ik het erover wil hebben is dat ze een nieuwe presentatie hebben uitgegeven. En ik wil eigenlijk heel simpel die presentatie samen met je doorlopen. Dan gaan we eens kijken naar dat bedrijf. Je moet weten, ik heb de aandelen. En tot op heden, ik heb de presentatie nog niet gezien, we gaan er samen doorheen lopen. Tot op heden ben ik enthousiast over het bedrijf. Maar zoals alle bedrijven in de uraniumsector, er is een uraniumprijs van $60 nodig om winst te maken. En die uraniumprijs van $60 is er nog niet. Dus dat moet je wel weten. Als je alleen maar wil beleggen in winstgevende bedrijven, dan moet je niet beleggen in de uraniumsector. Laat dat even heel helder zijn. We gaan naar die presentatie en we zien hier de eerste pagina daarvan. En ze geven al aan uranium, rare earth, vanadium, medical isotopes en recycling. En dan hebben we vervolgens de forward-looking statement en die kunnen we net niet lezen want de lettertjes zijn te klein. Verder, vinden ze zelf de leading US producer of uranium, vanadium en rare earth elements. En daar gaat het met name natuurlijk om Verenigde Staten. En dat is eventjes van belang. Nou, hier dan degene waar ze in zitten. Ik neem aan de gekleurde. En wat ze dan onder andere allemaal leveren voor wat betreft basisstoffen. Nou, dan hebben ze uranium. En dat is met name voor de VS en in de VS. Rare earth. Ja, dat is met name een stukje. Elektrische voertuigen, windenergie, dat soort zaken. Daar zijn die speciale metalen voor nodig. Vanadium is met name om staal sterker te maken. Dus dat kan je zien aan bijvoorbeeld je gereedschap. Dat is vaak vanadium, is het versterkt. Nou, en dan hebben ze nog het een en ander. En ook zijn ze bezig met recycling. Hun core business is uranium. Laat dat even heel helder zijn. Dat is dus ook waar ze bekendst om zijn. Dan hebben ze een bewezen uraniumproductie. Ze hebben een fabriek, de White Mesa Mill, en die is daadwerkelijk aan het leveren, die is aan het werk. Dan hebben ze de Nichols Ranch, die is on standby gezet, en ze hebben de Pinyon Plain Mine, die is on pre-production gezet, en dan hebben ze een La Salle Complex pre-production. Dus alleen White Mesa, die is aan het produceren op dit moment. Nou, dan zijn ze verder bezig met contracten die ze dan hebben, met name met de Amerikaanse overheid. En waarbij ze dus hun voorraad aan het verkopen zijn. En in januari 2023 hebben ze 300.000 pond aan uranium aan de Verenigde Staten overheid verkocht. En dat hebben ze verkocht voor een prijs van $61,57. Dat is dus ver boven de marktprijs. En dat is een hele goede zaak dat ze dat dus voor elkaar hebben gekregen. En dan 300.000, nou is toch 18,5 miljoen wat ze dan cash hebben gekregen door die verkoop. Dan hoe groot zijn ze, waar staan ze? Nou, als we kijken puur in de uraniumsector, dan zijn ze eigenlijk samen met Denison Mines zijn ze de nummer 4. Zo klein verschil met Denison Mines, dat je dat er wel samen kan voegen. Cameco is veruit groter, is 10 keer groter dan Energy Fuels. Dan hebben we NexGen, die is dubbel zo groot. Uranium Energy Corp, die van de week nogal in het nieuws was, die is ietsje groter. En dat is nu iets teruggevallen, dus dat zal dan nu zullen ze mogelijk de nummer 3 plek hebben, omdat Uranium Energy door een shorter te pakken is genomen. En dan vervolgens komen hun, en vervolgens heb je dan nog een aantal kleintjes, die echt toch maar de helft zijn van wat hun zijn. Dus ze zitten in de middenmoot, en dat is hun een nette plek om te zitten. Maar Cameco is veruit in het westen het grootst. Nou, dan zijn die rare earth. Metalen die zijn gewoon heel interessant, met name omdat de rare earth vooral uit China komt. En we weten, de relatie Amerika-China wordt wat slechter. En dan is het interessant voor Amerika om ook rare earth uit Amerika te kunnen laten komen, of in ieder geval minder afhankelijk van China te zijn. Nou, dan hebben ze REE, die rare earth elements productie. Daar zijn ze bezig om dat allemaal goed voor elkaar te krijgen. Vergunningen en dergelijke. In het wereldmarkt, dan zie je dat Amerika blijkbaar de nummer 2 is.
Ik moet even zien, in mining, ja, het is allemaal China, hè? Dat zie je hier wel. Het is vooral China wat de toon voert en een heel klein beetje is op andere plekken. Dus dat is vooral heel duidelijk. Ja, dan hebben we natuurlijk de schone energie en wat daarmee bezig is. Dit moet je maar eens gewoon doorlezen, hoe of wat. Het is een deels natuurlijk naar de toekomst toe. De supply chain, ja, met name, en dat is natuurlijk hoe hun daarmee werken. En ze werken eigenlijk vanuit Australië en Nieuw-Zeeland, maar ook vanuit Brazilië, wordt alles naar die White Mesa gestuurd. En daar gaan ze het verwerken. Dus dat proberen ze allemaal wel zelf te doen. En dat is op zich wel een goede zaak. Dan in Brazilië hun project. Nou, dat moet je ook maar eens doorlezen. Maar het is nogal wat. 37.000 acres. En een acre is 400 bij 400. Nee, is, even kijken, dat moet ik anders zeggen. 4000 vierkante meter. 4000 vierkante meter is een acre. Dus dat 37.000 keer. En ja, dus dat is nogal wat. Dan White Mesa. Ja, dat is dan eigenlijk hun fabriek. Ik weet niet of er ook nog echt een mijn naast ligt. Dat was vroeger wel zo. Ik weet niet. Dat zal haast wel, want ze zijn daar actief, zeggen ze dus. Ja. Ze hebben, vinden ze zelf, een aantal unieke voordelen. En het één is dat ze in Monazite hebben ze de licenties en infrastructuur. En ja, daar zijn ze nog weg van. Ik ken Monazite niet, maar wat dat precies is. Daarmee haal je blijkbaar de rare earth uit het gesteente. Dus dat zal de methode zijn. Ik ken dat verder niet als zodanig. Dat zou een mooi ding zijn om eens te onderzoeken. Ze zijn daar uniek in die zin dat ze een van de weinigen zijn in het Westen die dus rare earth kunnen scheiden van de rots waar het uitkomt. Nou, dan kijken we naar diezelfde marketpositie, maar nu in rare earth. En dan zie je dat er een heel andere situatie bestaat, want Cameco zit daar niet in, maar er zit MP Materials zit daarin en die is echt 5 keer groter, ruim 5 keer groter als dat Energy Fuels is. Maar ze zijn in wezen, dat is de market cap, maar als je gaat kijken naar Concentrate Basket Value, dan zijn ze wel de grootste. Dus er is een onderwaardering dan blijkbaar. Nou, je ziet ook dat ze met verschillende manieren werken, Monazite en Bastnasite. En hier, ja, eigenlijk de twee manieren die dan in de wereld daarvoor zijn blijkbaar. En ja, ook hier weer qua market cap de middelmoot. De grootte zijn echt wel 5 keer groter. Ik heb aandelen Linas, ik heb aandelen Energy Fuels. En naar mijn idee heb ik de rest niet, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar goed, ze zijn wel de grootste in Concentrate Basket Value. Dan hun verwachting in vanadium en medical isotopes. Goed, ook dat eens doorlezen. Hun prijsverwachting, omzetverwachting. Dan recycling. Ook daar zijn ze mee bezig. Ze hebben verschillende manieren waarop ze met recycling bezig zijn. En het gaat deels om oude mijnen waar ze blijkbaar mee bezig zijn. Dat zie ik hier even niet staan. Maar ook oud materiaal wat er dan is. Waaronder volgens mij ook oud Koude Oorlog materiaal, hè, voor de uranium. Nou, dan hoe goed ze zijn naar de omgeving toe. Ja, dat geloof ik allemaal wel. De financials. Nou, wat is er dan van belang? Natuurlijk is het van belang dat ze wel geld houden. Dat er niet een tekort aan geld ontstaat. Want dan moeten ze nieuwe aandelen uitgeven of geld gaan lenen. Ze hebben nu nog steeds geen schulden. En dat is heel goed. Ze hebben 117 miljoen working capital. Dat was op 31 december. Waarvan 62,8 miljoen cash. Of gelijk aan cash. En dan hebben ze nog marketable securities, dat kunnen obligaties en dergelijke zijn, of aandelen. En ze hebben nog 38 miljoen aan inventaris, wat je kan verkopen. En daar zeggen ze van, ja, maar dat is ondertussen wel al 63 miljoen waard. Dus het is dubbel zoveel waard als dat in de boeken staat. Dan, geen schuld.
Verder hebben ze in 2023, in het eerste kwartaal, het Alta Mesa project verkocht en daar 120 miljoen in verkregen, 60 miljoen cash en 60 miljoen in convertible notes. Dus dat zijn converteerbare obligaties. En ze hebben 18,5 miljoen te waarde, daar hebben we het net over gehad, verkocht aan uranium aan de overheid. En daar hebben ze 10,8 miljoen winst mee gemaakt. Dus dat, dat hadden we al gezien. Ja, verder hebben ze dan nog rest verkocht. Ook een prijs net onder die 60. Dus dat is heel netjes. 260.000. Expected price 54 tot 58. Dus ja, ook netjes boven de huidige prijs, maar nog onder de 60. Dus dat is even. Nou ja, verder dan nog wel meer zaken. Moet je gewoon zelf eens doorlezen. Maar ze hebben in ieder geval geld genoeg voorlopig om door te kunnen gaan. En de verkopen zoals ze die hebben gedaan, hebben ze een winst mee gemaakt. Dus dat is netjes. Dus dit is nou een bedrijf wat zichzelf kan bedruipen. Maar het heeft uiteindelijk wel nodig dat die prijs van uranium boven die 60 gaat komen. Want dat wordt natuurlijk wel belangrijk. In ieder geval 2023 komen ze zonder problemen door. En de rest zullen we dan even moeten gaan kijken. Maar het ziet er gewoon niet slecht uit voor het bedrijf. Maar heel de sector heeft gewoon een hoge uraniumprijs nodig. En dat was hem voor wat betreft Energy Fuels. Nou, dan gaan we eventjes nog naar de website. Even naar de statistieken kijken. Het bedrijf was ooit 1 miljard waard. Daar zit het nu wel onder. En dat komt omdat de koers is gedaald. Nou, kijken we eventjes naar de grafiek van de laatste 5 jaar. Dan zien we dat de koers een paar keer fors hoger is geweest. Boven de 10, hier rond de 10. En nu staan we dus op 5,5. Dus ja, dat hakt er wel in. En je ziet, dat is de laatste tijd echt wel omlaag gegaan. Ik ga eventjes naar het laatste jaar. Dan zie je dat we net eigenlijk, hier zie je die bodem. En daar zijn we net weer bijgekomen. Dus we hebben die bodem aangetikt. En vervolgens zie je dat je weer ietsje omhoog gaat. Het werd wel even eng. Dus we hebben die bodem aangetikt. En nou is het hopen dat er een herstel komt. En of dat komt, ja, dan moeten we afwachten. Het is natuurlijk op de lange termijn is het zonneklaar dat de uraniumprijs omhoog gaat en dat het goed voor de sector is. Maar die lange termijn is een lange termijn en dat kan nog even duren. Nou, je ziet, we hebben een verlies gemaakt, de omzet. Ja, dat is die verkoop die ze gedaan hebben. Dat betekent dus dat qua omzet groei en alles, dat ziet er slecht uit. 75 miljoen cash is er nu in ieder geval, rechtstreeks cash. Hier staat dan dat ze 1,38 miljoen aan schulden hebben. Ja, dat is natuurlijk ten opzichte van de cash niet veel, maar daar hebben ze wel schuld. Je moet wel rekening houden, na de belastingen 32 miljoen een negatieve cashflow. Dus dat betekent dat in 2 jaar tijd, als er geen omzet gemaakt wordt, zouden ze met een cashprobleem zitten. 2 jaar is een lange tijd. Ik verwacht dat dat niet echt een probleem gaat worden. Maar ja, het is natuurlijk zonde. En dan zolang die uraniumprijs onder de 60 zit, blijft dit een probleem. Nou, wat is er ook het geval? En dat is echt wel een serieus geval. 13,4% zowat aan short positie. En dat hebben we bij die andere aandelen ook gezien. Die shorters nemen een enorm risico, want deze markt kan echt alle kanten op knallen. Zou er ineens een koopbeweging komen, dan heb je kans dat die versterkt gaat worden, omdat die shorters dan als een gek hun positie moeten dekken en daarmee nog meer vragen om aandelen. Dus dat risico nemen die shorters, maar het is een enorme hoeveelheid, eigenlijk ingezet mede laatst door de onzekerheid voor de banken. En ja, dan is het, oh, waar gaat het dan heen met die aandelen? Dus ik denk dat daar vooral in zit. En ja, dat is jammer. Als we kijken, wie zijn de grote positiehouders? BlackRock zit er ook in, Vanguard ook, State Street ook. Maar niet in die hoeveelheden die je zou verwachten bij de bedrijven. Maar ja, het is natuurlijk een ongelooflijk klein bedrijfje. Kijken we naar de insider transacties, dan zien we alleen awards. En hier zien we dan een verkoop, terwijl er ook een koop is. Hier wat verkopen, maar dat was op een koers duidelijk hoger dan nu. Rond de 7 of boven de 7 zijn ze gaan verkopen. We staan nu op 5,5. Dus die verwachting dat de koers er iets omhoog gaat, die mag er wel zijn. Kijken we naar de analisten, die zeggen, ja, dit aandeel moet 9,5 ongeveer staan binnen 12 maanden. Dus ja, dat geeft eigenlijk ook wel wat vertrouwen, zou je zeggen. Maar tot nu toe niet echt. Het is een risico wat je loopt. De shorters zijn er actief in de sector. De uraniumprijs wil maar niet.
Ja, dat is een risico. Dus zou je nu nog geen uraniumaandelen hebben, ja, dan moet je voorzichtig zijn. En dan zou ik zeggen, of wacht, of koop eventueel in parten. Hè, dat je nu iets koopt en over een paar weken iets koopt, dat zou ook een mogelijkheid zijn. De prijs op zich nu, de koers, is interessant. Maar ik heb de aandelen al, dus, hè, en ik ben eigenlijk positief over de uraniumsector. Je moet voor jezelf bepalen hoe jij daarin staat. Ik kan jou niet zeggen wat jij zou moeten doen. Ten eerste ken ik je natuurlijk niet, ken je positie niet. Maar ja, iedere belegger is anders. Ik heb gezegd voor mezelf, ja, ik wil dat risico wel lopen dat het wat langer duurt. Ja, maar dan moet ik ook op de blaren zitten op het moment dat het tussentijds minder gaat. En dan moet ik kijken, van, hey, vind ik dit niet interessant om er dan wat aandelen bij te kopen? Net zoals ik ook vorig jaar rond april winst heb genomen toen de koersen wat hoger stonden. Daar kan je dan een beetje mee spelen. Vond je de video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk ook op belletje. Krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Heb je nog geen abonnement op het Beursbox nieuwsbrief? Ga dan naar www.beursbox.nl en schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!